Dit is een pertinente leugen. Mijn zus Diana Pukki heeft nooit op de intensive care unit gelegen. Zo reageert Joraisa Pukki, jongere zus van minister Diana Pukki, op berichten verschenen in de media. Verder geeft zij aan dat zij de berichtgeving betreurt. Als het gaat om de gezondheidssituatie van iemand, moet er geen spot worden bedreven, benadrukt Pukki. Ik wil de gemeenschap hierbij mededelen dat Diana Pukki, mijn zus, niet op de intensief care ligt. Dat klopt van geen kanten, maar dat ze gewoon ter observatie is opgenomen in het academisch ziekenhuis omdat ze een lichte pijn voelde op haar linkerborst. Mijn zus Diana Pukki verkeert nu in een goede staat. Haar gezondheid, het gaat prima met haar gezondheid. En ze is onder behandeling en het komt zeker goed met haar. Familie Pukki betreurt het nieuws ten zeerste. Wij vinden het erg dat niemand van de media de gelegenheid heeft aangegrepen om contact met de familie te maken om navraag te doen, stelt het familielid. Ik werd 2 dagen lang kapot gebeld door de mensen die geïnteresseerd waren in de gezondheidstoestand van de minister. En dat is te begrijpen, legt Joraisa verder uit. Minister Diana Pukki is een heel sterke vrouw en het gaat prima met haar gezondheid nu. Het gaat de goede kant op en we danken de heren hiervoor, want de Almachtige heeft ons leven in handen en alleen de Almachtige kan het van ons ontnemen. Daarin geloof ik, de mens wikt, maar God beschikt. Joraisa Pukki bedankt een ieder voor de getoonde attentie en geeft aan dat haar zus niet in een kritieke situatie verkeert.